Peter Schisser, tweede in Middelkerken. Vandaag de overwinning. Een goed weekend voor jou? Ja, ik kan niet graag over mijn weekend. Over heel mijn seizoen eigenlijk niet. Ik heb mooie wedstrijden gereden en veel mooie uitslagen. Dus ik kan niet klagen. Wanneer had je beslist van nu moet ik van Ben Boets afgeraken? Ja, ik hoorde hem hijgen in mijn wiel en ik dacht, nu moet ik nog eens doortrekken. En eens dat je op zo'n parcours een kloof hebt, dan kun je heel moeilijk terug dicht rijden. En dat was mijn tactiek voor vandaag. Ik hoorde je roepen dat je last van je rug had. Wat was er allemaal gebeurd? Ja, op zo'n parcours al dat optrekken en zo en dat kut draaien, dat is heel belastend voor de rug. En op het einde kreeg ik wel wat last in mijn rug. Maar nu snel dat ik in de ziet en dan is dat weer voorbij. In de laatste ronde was de kloof wel groot genoeg. Was je zeker dat je overwinning ging binnenhalen? Ja, zonder pech was ik wel zeker dat ik ging winnen. Je bent nu ook Belgisch kampioen geworden in eigen mol. Is er veel veranderd na die titel? Ik denk dat je met je voeten op de grond moet blijven na zoiets. Dat is wel mooi dat je gewonnen hebt, maar moet nog altijd, elke wedstrijd moet er opnieuw gereden worden. En dat vind ik wel belangrijk. Oké, dankjewel Jannik Peters.